Een stukje Vlaamse cultuur en nostalgie weer tot leven gewekt. De vernieuwde Cinema De Keizer uit Lichtervelde is vanavond weer opengegaan. Dorpscinema die moedig vecht om te overleven. We gingen op bezoek en we zagen daar de nieuwe uitbaatster, maar we troffen er ook onze radiocollega Johnny van Zevenhand aan, een geboren Lichtervelderaar, Pieter-Jan de Smet. We staan hier dus in de bekende cinemazaal van Lichtervelde. De zaal dateert van 1924. Zoals je ziet, heb je hier de typische klapstoeltjes. Zoals je erop gaat zitten, maakt dat wel lawaai, piept dat wat. Dat geeft vast een charme. En ook hier aan de wanden zie je eigenlijk de typische gordijnen. Zo typisch voor de jaren 50. Dus hier zien we eigenlijk de typische kroonlusters hangen, die eigenlijk de zaal wat meer sfeer geven en die eigenlijk uniek zijn in het landschap van de cinema. Gérard Dubay is eigenlijk de oprichter van deze cinema. Hij is de pionier van de dorpsbioscoop De Keizer. Toen hij kwam te overlijden, heeft zijn dochter Agnès Dubay de zaal overgenomen. En zij is eigenlijk de bezielster van deze zaal. Dus... Robert, je mag starten. Ze heeft ervoor gezorgd dat dit unieke decor bewaard gebleven is en dat het eigenlijk een stukje erfgoed bewaard gebleven geweest is. Ik heb zelf ook een voorliefde voor film. Ik heb ook filmschool gedaan. En ik kwam graag naar deze cinema en ook naar Agnès. We hadden een klik. We hadden alle twee de filmmicroben te pakken, zoals zij dat altijd zei. Dit is hier eigenlijk de favoriete plaats van Agnès. Dus omdat het hier lekker warm was, zat ze graag bij de verwarming om hier dan te kijken naar de film. Dit is mijn favoriete plaats. Mensen gaan nu naar het Groot Warenhuis. Nu gaan ze ook naar de Groot Warenhuis cinema. Zoveel verschillende programma's, zoveel keuze. En zoals met behangpapier, de schilder komt met stapelboeken en ze vinden nog een keus niet. En het cinema heeft hetzelfde. Ja, ik ben geboren in Lichtervelde. Hier in dit dorp ben ik veel naar de bioscoop geweest. Dit is eigenlijk de eerste cinema die ik als kind, als kleuter heb gezien. Ik heb hier nog naar Peter Pan gekeken. Wel, Agnès Dubay, uitbaatster, die was zeer bij de pinken. En alle grote films van het moment waren hier te zien. Ik heb hier bijvoorbeeld nog Jesus Christ Superstar gezien, bijvoorbeeld. Ik heb hier nog De Loteling gezien. Maar ook gewaagde films konden voor haar. Zo progressief was ze wel. Ik heb hier bijvoorbeeld nog Histoire d'eau gezien. Ik heb hier bijvoorbeeld nog Emmanuel gezien. Dat zijn meer dan herinneringen. Dat is een stuk... Och, dat is een stuk geschiedenis. Dat is een verhaal, een gans verhaal, die een film is. Wil ik je zien? Swing Time. Toen Agnès gestorven was, is er zo'n hele reactie ontstaan van de bevolking. Er is een petitie opgericht geweest van die zaal moet bewaard blijven, een Facebook-actie. Op een bepaald moment zijn er dan toch enkele kapitaalkrachtige Lichtervelderaren opgestaan. Die hebben een VZW opgericht en die hebben op die manier het mogelijk gemaakt dat de zaal opnieuw uitgebaat wordt. Het is de bedoeling om in de weekends, tijdens vakantieperiodes, de recentste films te draaien. Dus alles is eigenlijk terug zoals vroeger. We staan hier eigenlijk bij onze nieuwe Barco-projector. We hebben net een partnership aangegaan met Barco om eigenlijk het digitale tijdperk in te gaan. We komen eigenlijk van onze 35mm-projector, waarbij dat je nog spoelen moest opsteken om de film af te draaien. En nu is het systeem veranderd, dat je eigenlijk naar een systeem gaat om te werken met een computer, waarbij dat je eigenlijk je films kunt gaan afspelen. Begin van de week was er hier al een avant-première van Brasserie Romantique. Ik zat vooraan in de zaal en wat mij opviel was die haarscherpe projectie beter dan wat het vroeger was. Vroeger was het oké, maar nu is het fenomenaal. En dat is toch wel bijzonder, de charme van de oude bioscoopzaal en dan toch wel die fijne technologie. Het is niet onze bedoeling om van deze zaal een super commerciële zaal te maken. Dus wij doen dit omdat we het graag doen. We werken met veel vrijwilligers. Er zit natuurlijk een businessplan achter. We doen dat niet zomaar onbezonnen. Vanavond openen de deuren voor het grote publiek. Dus we hebben een programma van Brasserie Romantique. En we hopen dat deze zaal vanavond terug zal leven en dat dat een mooi nieuw begin is van Cinema De Keizer.